Goedenavond, beste kijkers. 2016 is alvast feestelijk ingezet. Na amper 4 dagen kan de kerncentrale van Doel al zijn allereerste heropstart vieren. Noord-Korea staat al een stap verder en viert het nieuwe jaar met zijn eerste geslaagde test van een waterstofbom. Kim Jong-un is in de wolken. De woordvoerder van Electrabel nuanceert en noemt het maar een kleine explosie. In 2016 krijgen stakingen een positieve herwaardering. Voortaan rijden er ook op stakingsdagen tot 70% van de treinen. Het verschil met gewone werkdagen is amper nog te merken. Verbaasde pendelaars reageren tevreden en ontkurken de champagne. Er is meteen ook al een eerste verlaging van terreurdreiging. Deze eer valt te beurt aan de Brusselse militairen die graag de solde onderbreken voor dit heugelijke nieuws. De regering overweegt een extra terreurniveau bij te creëren, zodat er vaker een feestelijke verlaging kan worden aangekondigd. U ziet het. Het belooft weer een bewogen jaar te worden. We volgen de feestelijkheden voor u op de voet. Tot de volgende keer.